Wat mensen ook zeggen, ik heb er gewoon op John Arnhems gezegd, scheid aan. Vitesse heeft de deadline gehaald. Er is vandaag voor het middaguur een plan ingeleverd waarmee de club een licentie voor komend seizoen wil krijgen. Om 12 uur stipt moest Vitesse alles financieel op orde hebben. En alleen dan kan de club de proflicentie voor komend seizoen behouden. En anders betekent het misschien het einde van het bestaan van de club. Fans houden hun hart vast. Ik ben nu al zenuwachtig ervoor en ik hoop dat ik vandaag goed kan slapen. En dan wachten we het wel af wat het wordt. Ja, bij het Gelredome staat verslaggever Jan Sommerdijk. En Jan, hoe spannend was deze dag voor Vitesse? Ja, heel spannend, want ze moesten natuurlijk nu gewoon echt met een gedegen plan komen. Maar het is ze gelukt. In het verleden alle deadlines niet gehaald of onvolledige informatie. Maar nu hebben ze het allemaal voor elkaar gekregen. En nu is het enorm spannend natuurlijk afwachten wat de KNVB voor oordeel velt. Ja, en ondertussen moet Vitesse zich gewoon voorbereiden op het nieuwe seizoen. Wordt er dus ook gewoon getraind nog door de selectie van trainer John van den Brom. Ja, het was nou de zoveelste deadline dat je de draad eigenlijk een beetje kwijt van raakt. Maar waarom denken ze nu wel een goed plan te hebben? Ja, ze hebben nu een gedegen plan. Vorige week gaven ze nog aan, er zijn drie factoren. De KNVB, de voetbalbond, die de beslissing natuurlijk neemt. Guus Franke, de beoogde nieuwe eigenaar. En Cody Perry, de man die nog een lening van 14 miljoen uit heeft staan. En daarmee ook een claim houdt op de aandelen van Vitesse. Er was een deal tussen Franke en Perry. Maar ja, Guus Franke wordt er nog eventjes geparkeerd. Die moet uiteindelijk wel de eigenaar worden. Maar de KNVB heeft te veel tijd nodig om hem te controleren. Dus heeft Vitesse nu een alternatief plan. Met regionale ondernemers die garant staan voor het begrotingstekort voor komend seizoen. Uiteindelijk worden ze dan waarschijnlijk weer terugbetaald door Franke als hij eigenaar wordt. En ja, er is toch ook een afspraak met Perry om zijn lening even te bevriezen. De vraag is of de KNVB dat laatste goedkeurt. Daar zit eigenlijk het grootste risico nog voor Vitesse in. Oké, dat plan is dan nu ingeleverd. Maar wanneer volgt dan de beslissing van de KNVB? Ja, dat moet heel snel en de bedoeling is dat dat morgen al duidelijk wordt of Vitesse een licentie om betaald voetbal te spelen krijgt. Ja, insiders zeggen dat dat toch nog op de valreep gaat lukken. En ja, die haast is ook wel geboden, want hierachter ligt het veld nog buiten Gelredome op dit moment. Dat wordt, als het goed is, volgende week naar binnen geschoven en dan wordt de eerste wedstrijd hier zo gespeeld tegen Telstar. Dat is in ieder geval de bedoeling van Vitesse en waarschijnlijk toch ook van de KNVB. Dankjewel Jan voor de toelichting. Ja, het blijft dus nog even spannend. Ook zeker voor de fans. Maar zij blijven de club nog volop steunen. Zo ook Fred Kasteel uit Arnhem. We zagen hem net ook al eventjes. Vitesse is voor hem al 40 jaar zijn lust en zijn leven. Het is morgen alles op of eronder. Maar daarom heb ik het nog extra versierd. Dat de mensen toch kunnen zien dat ik echt tot de laatste loodjes ga doen. Ja. Het zal mij een heel rouw op het dak komen als het niet door zou gaan. Ja, goed of slecht nieuws, het huis van Fred zal in ieder geval altijd geel-zwart blijven. Wat mensen ook zeggen, ik heb er gewoon op John Arnhems gezegd, scheid aan. Ja, ik vind het wel leuk. Als hij het leuk vindt, vinden wij het ook wel leuk. Als Fred het leuk vindt, is prima, toch? Denkt u dat het gaat helpen, de versiering? Als Fred dat vindt, van wel, dan vinden wij dat ook.